Hey, hallo, wat leuk dat je er weer bent voor een nieuw filmpje. In dit filmpje wil ik jullie wat meer laten zien van de prachtige Celebration producten die op het moment gratis te bestellen zijn bij een bestelling van €60 of een veelvoud daarvan. Er zijn ook producten die je kan bestellen bij een bestelling vanaf €120. Dat is dan wat uitgebreider. Als je al een demonstratrice hebt, dan heb je ongetwijfeld de catalogus en ook de Celebration brochure ontvangen. Heb je dat nou niet? Hieronder in de beschrijving, daar staat de link naar mijn website. En daar staan alle catalogus, die kun je daar downloaden. Mocht je er gratis eentje willen ontvangen, kun je bij mij een bestelling plaatsen vanaf €30. En dan krijg je hem gratis thuis gestuurd. Het is ook zo dat als je in de laatste 2 maanden, als er een nieuwe catalogus uitkomt, een bestelling hebt geplaatst, dan krijg je hem automatisch bij je thuis gestuurd. Nou, dat gezegd hebbende, heb ik hier een superleuk kaartje. Dit kaartje is gemaakt met het Flower and Fields Design and Series Paper, wat je dus gratis kunt meebestellen bij een bestelling van €60 of meer. Ik heb dat hier natuurlijk liggen. Ik heb het ook al wel veel gebruikt. Jullie hebben aardig wat printjes al voorbij zien komen. Nou ja, je ziet zoals deze van het kaartje. Nou, daar heb ik al heel veel kleine stukjes van. Dus die heb ik ook al best wel veel gebruikt. Ik heb hier nog veel meer kleine stukjes. Die zijn niet meegekomen met het papier toen ik dat net optilde. Nou, kijk. Hier nog meer. Allemaal stukjes. Dus zoals je ziet, ik vind het geweldig papier en heb het daardoor dus ook al vaak gebruikt voor allerlei leuke kaartjes. Ik heb een tijdje geleden, dat was halverwege deze maand, uit mijn hoofd 16 januari, hebben we een video op gehad. Daar heb ik wat kaartjes met dit papier gemaakt. Dus kijk ook rustig even terug in mijn lijstje als je dat leuk vindt. Maar goed, voor vandaag gaan we dit kaartje maken. Het is een kaartje met vellum. Gebruik ik niet heel veel. Waarschijnlijk ook omdat ik... ik vind het super gaaf. Vellum, kaartjes met vellum. Alleen, ja, bij mij... ik denk daar gewoon nooit aan. Ik heb het in de kast liggen. Ik denk er eigenlijk nooit aan om het te gebruiken. Maar goed, eindelijk dus wel bij dit kaartje. Deze die gaat zo open. Het kaartje wat we vandaag gaan maken wordt een normale fold. En ik denk dat we daar maar mee moeten gaan beginnen. Wat heb ik daar klaargelegd? Ik heb de medium daisy pons klaargelegd. Die heb ik gebruikt om dit bloemetje te ponsen. Dus die. En de stempelset van Alles Wat heb ik op het kaartje wat ik al heb gemaakt. De tekst Geloof in jezelf, je kan het. En ik wil eigenlijk voor dit kaartje wil ik de tekst Fijne verjaardag gebruiken. Nou, deze die leg ik aan de kant. Dan zal ik jullie vertellen wat ik precies heb klaargelegd. Ik heb een kaartbasis. Deze is gesneden op 21 cm keer 14,5 cm en gerild op 10,5 cm. Nou, die gaan we ook gelijk maar eventjes vouwen. En de vouw verstevigen met het vouwbeen, zodat je een mooie scherpe vouw krijgt. En dat is 1. Dan heb ik het stukje designpapier. Aan de achterkant heeft hij die stipjes. Zou op zich ook heel erg leuk zijn. Misschien dat we die vandaag dan maar gaan gebruiken. Kaartje krijgt dan gelijk een beetje een ander gevoel. Ondanks dat het precies dezelfde layout heeft. Dus deze gaan we gebruiken. Deze heeft een afmeting van 10 cm keer 14 cm. Dus 10 keer 14 cm. Dan heb ik het stukje vellum. Deze heeft een afmeting van 8 keer 12 cm. Het strookje Basic Black heeft een afmeting van 2,5 keer 10,5 cm. Dan heb ik hier een scrapstukje wit voor de tekst zometeen. En ik heb hier het bloemetje, die heb ik al uitgeponst. En ik heb met een daubertje en een beetje inkt heb ik hem met Pool Party. Waar zitten jullie? Hier zo heb ik hem een beetje kleur gegeven. Dus dat. Het enige wat we nu dan nog wel even doen is tekst stempelen. En dan moet ik eventjes op zoek naar de tekst Fijne verjaardag. Die wilde ik gaan gebruiken. Een kleerblokje.
Ja, want volgens mij de laatste tijd stempel ik helemaal niet zoveel meer in de video's. Meestal heb ik dat al voorbereid. Nou, kijk, mijn inktpadje heeft een beetje veel inkt. Dus ik vind dit niet mooi. Ik stempel dit even op een kladje een keer af. En dan proberen we dat even een keer opnieuw. Dus niet te hard drukken. Zo. En dan de tekst. Fijne verjaardag. Het kan zijn dat jullie mijn haar nu in beeld gaan zien. Dit moet natuurlijk voor het oog wel even een beetje recht. Nou, die kunnen aan de kant. Deze weer terug in de doos. Dus dan kan die ook aan de kant. Nou, dit kan even drogen. Dan zullen wij eerst dit eens even in elkaar gaan plakken. Ja, ik begin met het opplakken van het designpapier. Met een beetje Tombow. Ik ben echt fan van Tombow. Het is echt een geweldige lijn. Maar dat heb ik jullie al heel vaak verteld. Nou, dit designpapier heeft geen boven- of onderkant. Dus daar hoef je ook niet op te letten. Even kijken of dit een beetje recht zit. Ja. Nou, dan het stukje vellum. En dan is het met vellum, vind ik altijd. Nou ja, dat vind ik niet. Dat is gewoon zo. Als je hier lijm achter doet, zul je dat altijd blijven zien. Dus wat ik nu ga doen, is even kijken waar ik dat strookje zwart doe. En dan doe ik alleen daarachter de lijm. Ook is het zo dat deze een beetje een bolling heeft. Hij is een beetje, hij staat grof gezegd een beetje zo gebogen. En dan zorg ik ook zeg maar dat dan de hoekjes naar beneden toe wijzen. Want als je dat andersom doet, dan komt hij dus van je project af te staan. Vind ik niet mooi. Dus ik draai hem om, zodat hij naar je project toe bolt, zeg maar. En dan bepaal ik nu eventjes waar deze moet komen. En waar ik deze wil hebben. Nou, deze die wil ik net een beetje off-center aan de onderkant. Dus dan kan ik hier zo bij mijn vinger de lijn doen. En dan leg ik ook dit strookje leg ik er dan even naast. Want dan weet ik ook ja, hoe ver ik kan gaan met die lijn. Dus dat is dan in ieder geval zo. Dit stukje. Nou, hier doe ik wel iets meer lijm op. Omdat nou ja, dit het enige punt is waar die vast komt te zitten. En dan is het ook een kwestie van een beetje uitlijnen. Kijken of dat dan een beetje recht zit. Nou, zoals je ziet blijf je dat dus zien, hè? Die lijm die hier zit. Daarom heb ik er ook voor gekozen om ja, het alleen maar achter het strookje te doen. Zodat dat niet meer opvalt. En dan plakken we dit strookje er ook overheen. Ik lijn hem aan de linkerkant uit. Leg ik hem gelijk met de zijkant hier zo van mijn kaart. Even kijken of ik dat recht gedaan heb. En dan denk ik dat er aan deze kant een klein stukje overlap, of dat hij er overheen komt. Kijk, dat kun je denk ik zo dan net zien, of net niet. Misschien kun je het dan zo zien. Ja, zo kun je het zien. Dus dat stukje knip ik er nog even af. Met de schaar. Nou, als die mee wil werken. Dat is niet recht. Nou, ik heb per ongeluk een hapje uit mijn basis genomen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar goed, een kleinigheidje hou je altijd. Nou, dan is dit al aardig. Zijn we al aardig op weg met het kaartje. Dan is inmiddels de tekst ook wel droog. Ik vind het mooi als die wel wat ruimte rondom heeft. En het mooiste is dan eigenlijk als hij de ruimte die hij boven en onder heeft, dat hij dat dan ook rechts en links heeft.
denk ik. Kijk, fijne verjaardag. En dan dit bloemetje. Het zou ook nog wel mooi zijn als je meerdere bloemetjes erop zou doen. Maar goed, dat is helemaal aan jezelf. Even zien, dit is natuurlijk veel te groot. Dus daar knip ik even een stukje van af. Ik buig heel ietsjes de blaadjes naar mij toe. Geef net een beetje meer diepte. Had ik misschien beter kunnen doen voordat ik het beschermlaagje eraf haalde. Even zien, deze die mag hier. En ook de tekst plak ik op met dimensionals. Zodat die ook een beetje die hoogte hebben. En ook deze vind ik mooi dat die... Nou ja, je zou ervoor kunnen kiezen om hem zo recht op het zwart te plakken. Maar ja, dat vind ik een beetje standaard. Dus ik... Nou ja, je zou hem zelfs ook nog hier... Ik vind dit denk ik wel leuk. Plak ik hem hier. Zorgen dat dat voor het oog ook een beetje recht zit. Zo. Nou, als laatste, ik heb hier een pareltje op gedaan. Dus het is natuurlijk mooi om nou ja, de kaart dan af te maken met een pareltje. En ik weet nooit heel goed waar ik dat dan allemaal moet plaatsen. Dus met dit soort dingen doe ik ook maar wat. Er zit niet echt een theorie achter van, oh ja, als ik dit dan dat. Maar gewoon een beetje, hop, dan ging die. En dan lijkt het me ook nog wel leuk om dat hier nog een keer te doen. Ook drie stuks. Nou, ik zeg niks meer aan doen. Nou, zo zie je maar dat eigenlijk een kaartje met precies dezelfde layout. En eigenlijk ook bijna dezelfde tekst. Nou ja, dat hij toch... een heel ander gevoel kunnen geven. Hier zit de tekst aan die kant en bij die zit hij hier aan de bovenkant. Ja, ik vind ze allebei eigenlijk wel super leuk. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Dat je hiermee weer een beetje inspiratie hebt opgedaan. En ja, ik vind het altijd leuk als ik je daar een beetje bij kan helpen. Vind je het een leuk projectje? Geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En ik hoop natuurlijk tot de volgende keer.